Welkom, Robs Lundemank-uitlegging, week nummer 4. En waar draait het deze week om? Dat is de vraag nu aan de bovenwereld gesteld. Twee kaarten op zijn kop. Het is de kaart de vogels op zijn kop. En het is de kaart de ruiker, de bloemen. En de bloemen staan voor liefde, liefde verspreiden. En dat doe je al je hele leven lang. Vanaf het moment van je geboorte verspreid je al liefde. Alleen je weet het niet, omdat het is zo voor jou hetzelfde als ademhalen. Het gaat vanzelf. De andere kaart, dat is de kaart de vogels. Wat wil zeggen, ja, jij vindt het niet leuk op aarde. Ze snappen niks van je. Het is moeilijk voor je op aarde. Relaties worden niks. Als dit de thema's zijn voor deze week, en dat is het, dan gaat het er dus om te beseffen hoeveel liefde jij verspreidt. En wat jij daaraan gekoppeld hebt is dienstverlening. Maar probeer die dienstverlening te verkleinen, minder te doen. Minder te pleasen en te pamperen, want je verwendt mensen en je krijgt toch die waardering niet terug. Probeer in die periode dat je hier bent op aarde, probeer het leuk te vinden. Probeer iets te zoeken wat je lekker, wat je leuk vindt op aarde, want je bent hier nu eenmaal toch. Ik ga even kijken naar hoe jij in deze situatie terecht bent gekomen. Dus wat is jouw verleden kort geleden? Dat zijn twee kaarten. De ene kaart die open ligt, dat is de kaart het hart. En het hart vertelt dat je iemand bent met een groot hart die veel liefde verspreidt. Er ligt een kaart bij op zijn kop. Dat wil zeggen, je hebt geen goede ervaringen met liefde terugkrijgen. Want dus de andere kaart is, die op zijn kop ligt, is de kaart het anker. En het anker wil zeggen, jij wil je niet echt verbinden met die aarde. Je wil niet echt op die aarde gaan staan, omdat het is moeilijk voor je. Omdat je krijgt die liefde maar niet terug. Snap dat liefde terugkrijgen belangrijk is door dit te doen bij jezelf. Jezelf het schouderklopje te geven. Als je dat niet doet, krijg je geen waardering van de mensen om je heen. Nou, ga even kijken wat je nu boven je hoofd hangt. Wat bijna staat te gebeuren in jouw leven. Dat zijn twee kaarten. Dat is een open kaart. Dat is de kaart het boek. En de open kaart vertelt dat je heel veel te vertellen hebt aan de mensen. Je hebt heel veel kennis, heel veel inzichten. En de kaart op zijn kop, die heeft daar moeite mee om weer open te zijn, om weer spontaan te zijn. En dat is de kaart de vrouw, die staat voor jouw gevoelsmatige kant. Jij bent super gevoelig, maar dit is een wereld, wat je zegt moet je kunnen bewijzen, dat moet je mond houden, niet zeuren maar doorgaan. Dat maakt dat ons gevoel weggedrukt wordt. Er wordt ons afgeleerd rechtstreeks vanuit ons gevoel te leven of te praten. Het boek wil dat wel. Jij bent van nature een open persoon, een flap uit. Durf weer rechtstreeks vanuit je gevoel te praten. Durf gewoon weer alles te zeggen wat er in je omgaat. Nou, ga even kijken hoe zich dit gaat ontwikkelen naar de toekomst voor jou. Twee kaarten. Dit is de kaart de brief. De brief staat ook voor communicatie, voor openheid, voor boodschappen. En de kaart op zijn kop, dat is de kaart de muizen. Dus het wordt tijd om met die muizenkaart af te rekenen. Die muizenkaart vertelt dat je een loser bent en je niks voorstelt en je niks kan. Dat je een sukkel bent. Hè? Maar dat is niet zo. Dat is jou wijsgemaakt in deze grote boze wereld, zeg maar. Hè? En de bedoeling is dat je weer gaat praten met iemand. Dat is die brief. Ga praten met iemand over wat jou dwars zit. Of ga schrijven, maar liever praten. Dit moet weer open. Dat keel-nekschakra moet weer open. Dat gevoel moet weer gaan stromen. Nou, ga even kijken wat je dan nog meer geblokkeerd houdt in deze situatie. Dat is één kaart op zijn kop en die kaart is de tuin. De tuin vertelt dat je het moeilijk vindt om rust te nemen, ontspanning te vinden, leuke dingen te gaan doen. Dat betekent direct dat er aan deze kaart een soort bewijsdrang verbonden zit. Bewijzen dat je potverdikkie wel de moeite waard bent. Ten opzichte van je ouders, ten opzichte van deze wereld die maar niet wil zien wie jij bent. Houd daarmee op, ga nee zeggen, ga grenzen stellen, ga leuke dingen doen voor jezelf. Ik en de rest kan stikken, dat is een fijne zin voor jou nu, deze week. Want dat punt bereik je toch niet, maar kom je halverwege, dan ben je al heel eind. Dus stel dat je dat gaat doen, dat je nu gaat kiezen voor jouzelf, meer een aas zou worden wat dat betreft. Hoe gaat dan deze legging aflopen? Nou, al heel vlot schoot die kaart de ring naar de kaart de muizen. Om die muizen weg te werken. En de ring vertelt dat het de bedoeling is dat je een betere relatie krijgt met jezelf. Door te kiezen voor jouzelf. Jouw leven gaat om één persoon. Dat ben jij.
De andere kaart op zijn kop, dat is de kaart het kind. Wat wil zeggen, het is van belang dat je weer vanuit jouw puurheid, vanuit jouw spontaniteit gaat leven. Dat krijg je allemaal terug. Dat zijn de cadeautjes voor als jij rust neemt, ontspanning neemt. Gaat zoeken naar wat het leven jou aan leuks kan brengen. Nou, ik vind het een hele mooie legging. Ik ben er heel blij mee. En ik wens jou veel succes deze week. En bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Dankjewel. Doeg.